al heel lang in Amerika. En ik heb pas vrij laat Austin ontdekt. Ik ben zelfs in Amerika getrouwd, in Memphis ooit. Heb ook nog een bezoek gebracht aan het huis van Elvis. Niet dat me dat wat interesseert, maar als je in Memphis bent, dan moet je naar Elvis. Maar ik heb vroeger voor Stax Records gewerkt in de jaren 70 en die gingen failliet. En Stax Records kwam uit Memphis. Dus ik wilde daar een keer bekijken wat er over was van Stax. En toen had je nog de tijd van Top Op en dan kreeg ik iedere week mensen van Stax, van die soulzangers hier. Want als je in de tipparade kwam, moest je al het filmpje opnemen bij Top Op. Als je dan een week later in de hitparade kwam, hadden ze het filmpje. Dus ik zat dan met al die grote negers die overkwamen in Amsterdam. En die wilden maar één ding. Die wilden naar de hoerenbuurt. En daar had je zo'n tent, Casa Rossa heette dat geloof ik. En dat hadden ze ontdekt. Daar gebeurden de meest vreselijke dingen. Maar die Amerikanen, die waren niks gewend in Amerika. En die wisten niet wat ze zagen. En dan de volgende week kwam er weer een andere band. En dan zeiden ze, daar is een guy, Johan, en die weet de weg. Die brengt jullie wel. En ik zat iedere vrijdagavond met zo'n hele horde van die Amerikanen, met van die zwarte jongens, met van die hele rare gekleurde overhemden. Dan zat ik bij Casa Rossa op de eerste rij. Hè. Dat was mijn Stax-ervaring. En toen ben ik daar gaan kijken en toen zijn we daar getrouwd. En toen ben ik eigenlijk me in Amerika gaan verdiepen en toen heb ik zeg maar alle muziekbolwerken bezocht. Hè. Bijvoorbeeld Chicago voor de blues, San Francisco, Los Angeles is veel gebeurd, New Orleans, Nashville. En toen kwam ik ook in Austin. En Austin heeft voor mij de ideale muziekscene. Want daar hebben ze blues, daar hebben ze alternatieve country, Americana. Het is niet kitserig, het is een universiteitsstad. Want de University of Texas is daar gevestigd. Waardoor je hele leuke horeca hebt. En nergens in Amerika heb je meer live muziek dan in Austin. Als je in Austin een hotel in het centrum neemt, het is vrij klein, dan haal je het huis- en huisblad. En daar staat dus de agenda in van de bandjes. En dan kun je op één avond kun je drie geweldige bands zien. Allemaal op loopafstand van elkaar, die clubs. Heel eenvoudig, heel laagdrempelig. De gekste artiesten zie je. Al mijn helden uit de kast kom ik in Austin in de supermarkt tegen. Prachtige stad. Goodbye, darling. Goodbye. John Lee Hooker en You Lost a Good Man. De Jumping Jewels hadden een echte manager. Dat was Herman Batelaar. En dat was een platte Hagenaar die in Den Haag een aantal wassalons runde. En onder zijn leiding werd er een felle concurrentiestrijd geleverd met de Amsterdamse band Rob de Nijs en The Lords. Johnny Lyon en de Jumping Jewels. I Wanna Dance With You. Ik heb nog overwogen op een gegeven moment om daar een huis te kopen. En mijn vrouw en ik hebben daar een appartementje bekeken. En die gingen weg voor weggooiprijzen. Voor $60,000 een geweldig appartement. Moest wel cash afrekenen. Hypotheken houden ze niet van daar. Maar toen waren we heel enthousiast. En dan zaten we in het vliegtuig en dan zeiden we tegen elkaar, willen wij in een stad wonen, in een staat eigenlijk, waar ze de doodstraf nog hebben. Want kijk, Austin is een hele progressieve stad door die universiteit. Maar kom je 5 kilometer buiten Austin, dan zijn het allemaal rednecks die iedere homo en iedere zwarte het liefst neerknallen, weet je wel. Want ze hebben allemaal een gun en als je een probleem hebt, dan trekken ze hem ook meteen. Dat is een hele nare sfeer op dat platteland. Dus ik denk, ja, daar ga ik niet wonen, want er zijn genoeg staten waar je niet de doodstraf hebt. Toen kwamen we in Maine, helemaal in het noorden. Prachtig, Portland, Maine. Prachtig. En ik zei, nou, hier zou ik nog wel willen wonen. En mijn vrouw is half Frans en er was zo'n stand-up comedian uit Canada die Frans sprak. En die zegt, weet nou waar je aan begint, want het is nou hartje zomer, maar in oktober ligt er 4 meter sneeuw en dan komen de beren naar de bewoonde wereld, want die moeten voedsel zoeken. En dan sta je s'avonds in de tuin en staat er een beer achter je, weet je wel. Dus dat viel ook af. En ik ben nu overal geweest, Seattle, zeg maar Denver. Ik moet alleen nog naar Arizona, naar Albuquerque en zo, daar moet ik nog naartoe. Maar het beste beviel het ons eigenlijk. Mijn vrouw was nogal gecharmeerd van Denver, maar ook van Seattle en van Oregon, de staat Oregon. Dat is net of je in Nederland bent. En Portland, Oregon, dat was een stad waar ik me wel heel goed thuis voelde.
Alleen die hebben ook een hartstikke goede muziekscene met mijn grote held Curtis Salgado. Maar Austin, daar zitten de meeste kennissen en vrienden van me uit de muziek. Daar ben ik zo vaak geweest en die jongens zijn zo vaak in Nederland geweest. Ja, in Austin voel ik me bijna thuis, weet je wel. Als je in Austin bent, je weet ook meteen de weg. Geweldig om daar te zijn. Water, water, niet Waterstone. Ik word er gek van, ik vergeet het steeds. Niet Waterstone. De beste platenzaak van heel Amerika is in Austin. Waterstone was het niet. Maar dan moeten de mensen in ieder geval, die moeten daar wel heen, want dat zie je nergens. Waterloo. Waterloo Records, ja. Dat is de ultieme platenzaak. Ik zeg de mensen erbij, dat is wat lastig. Daar hebben ze alles op alfabet liggen, in die zaak. Maar hebben ze niks gescheiden. Dus de blues en de country liggen door elkaar heen. Maar wel op alfabet. Dus je kunt niet per afdeling zoeken. Dat is het systeem daar. En het leuke daarvan is, iedere dag treden die artiesten uit Austin in die platenzaak op. Daar hebben ze een podiumpje in die platenzaak. En zeg maar alle jongens die ik hier in de kast heb, die staan daar een paar keer in de week staan ze daar een paar nummertjes te zingen. En geweldig, ik ga altijd met een lege koffer naar Amerika en ik kom altijd met een volle koffer terug. Ik weet niet of het mag, ik weet helemaal niet hoeveel cd's je mee mag nemen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is altijd nog goed gegaan bij de douane, want dan roepen ze iets leuks over voetbal, die douaniers, en dan roep ik iets leuks terug. Hè, van, ja, als je een keer in het publiek wil zitten bij het programma, je bent van harte welkom. En vloek, dan ben ik er alweer door. Hè. Ja. Nu niet meer hoor, als ze dit zien. Nee, maar douaniers van Schiphol, die kijken toch niet naar TV Rijnmond. Die hebben AT5, hè. It brings a tear. Into my eyes. Als je in Memphis bent, dan bezoek je natuurlijk ook de studio's van Sun Records, want daar is historie geschreven met Johnny Cash, met Elvis en met Roy Orbison. En Jerry Lee Lewis, niet te vergeten. Alleen, het is een agnebbes tentje. Het heeft een hele grote naam, Sun Records, de studio's. Dan kom je daar in Union Street, schuin tegenover het busstation. En dat is eigenlijk een gebouwtje van niks. Alleen, ja, je moet het wel een keer in je leven gezien hebben. Zo als je dat protserige huis Graceland van Elvis Presley met die walgelijke inrichting en de jungle room moet je ook gezien hebben. En dan aan de overkant van de straat heb je zo'n grote supermarkt met Elvis kits te koop. Weet je wel, het is te gek voor woorden, maar ik heb het gezien. En ja, dan heb je rust. Je moet het een keer gezien hebben. Ik hoef niet meer terug naar Graceland, maar ik heb het gezien. Maar je hebt dus, in Memphis is zo interessant, je hebt Stax. Dat was zeg maar de soulmuziek. Had je ook nog Goldwax, dat was ook soulmuziek. Je had High Records, dat was ook soulmuziek. Maar je had dus ook Sun en daar hadden ze ook veel blanke artiesten. Ik wil langzamerhand wel terug. Toen ik in Nashville was, toen was het een country bolwerk. Maar nu is Nashville alternatief en progressief geworden. Je hebt East Nashville. Daar wordt geweldige muziek gemaakt. Ik hou niet van die countryzangers met van die witte hoeden en zo'n ingestudeerde snik in hun stem. Want we gaan er 13 van in een dozijn. Dat is allemaal hetzelfde. Die klinken allemaal hetzelfde. En ook die geblondeerde vrouwen, die zijn niet aan mij besteed. Maar je hebt East Memphis, dat heeft zich heel goed ontwikkeld. Daar wil ik wel graag een keer naartoe. Als ik bluesliefhebbers een advies zou willen geven, als je van blues houdt, dan moet je op vakantie gaan in Chicago, wanneer het Chicago Blues Festival is. Je hebt in het hartje van Chicago heb je een heel groot park en in dat park staan wel 10 podia met alleen maar de top bluesartiesten van Amerika. En je loopt zo van het ene naar het andere podium
backstage, dat kennen ze daar niet. Je staat een colaatje te drinken met de grote gitarist. En je staat een hotdog te eten met de zanger. Dat loopt allemaal door elkaar heen. Geen interessant gedoe. En als je dan toch in Chicago bent, dan moet je ook naar de bluesclub van Buddy Guy. Buddy Guy is, zeg maar, waarschijnlijk de beste bluesgitarist nog die in leven is van de zwarte generatie. Die heeft de elektrische blues eigenlijk geïntroduceerd. En die heeft een club en die heet Legends. En dat is een besloten club, daar betaal je entree. En dan als je binnen bent, gaat de deur weer op slot. Dat houdt in dat je binnen mag roken. Ik was de koning te rijk. Dan kun je dineren. Dan zit je aan een tafeltje aan het podium te dineren. Na het eten steek je een grote sigaar op. En dan staat er een topband voor je te spelen. Ja, geweldig, ik wilde daar iedere avond naartoe. Alleen voor Buddy Guy Legends zou je naar Chicago gaan. Red Molly en Sing to Me. Paul Jones, de zanger van Manfred Mann, die zong een Amerikaanse hit naar de nummer 1 positie in de Engelse hitparade. En wanneer Johnny Lyon optrad en hij zong dat nummer tijdens live concerten, dan stond het publiek massaal op de banken. En wat denkt u? Ze hebben het opgenomen. Johnny Lyon en de Jumping Jewels. Doa diddy diddy. Autorij in Amerika is geweldig. En je moet nooit de interstates, noemen ze dat, de grote wegen nemen. Dat is heel vervelend, dat is geestdodend. Je mag niet hard rijden. En overal heb je die verkeerspolitie in die bruine uniformen. Die staan achter viaducten, achter bosjes. Rij je te hard, heb je meteen in je spiegel achter een met zwaailichten. En meteen zware boetes, hè. Maar je moet je tijd nemen. Het is heel relaxed rijden, want de mensen die houden zich aan de verkeersregels. Hard rijden in heel Amerika is niet toegestaan. En het zijn allemaal heren in het verkeer. Ze laten je makkelijk invoegen, ze snijden je niet. Het is echt relaxed, alleen je moet eraan wennen. Als je op een grote weg zit, je zit in een baan, dan ga je niet wisselen van baan met inhalen. Je blijft in die baan. Dus in het begin word je helemaal gek van woede, want links en rechts halen mensen je in. Maar die rechts inhalers, dat hoort zo. Je blijft in je baan. En dat is wel geestdodend, want dat kan uren duren. Maar je moet je tijd nemen en je moet iets van Amerika zien. Want die highways, die zijn hetzelfde als de autosnelweg in Duitsland en de weg naar Parijs. Hè? Daar zit geen verschil in. Maar als je over de byways gaat en dan moet je een goede kaart hebben, dan zie je Amerika. En dan moet je echt je rust nemen en gewoon in een motelletje langs de weg slapen en eten in zo'n diner. Weet je wel, Amerikaanser kan het niet. En het mooie van Amerika is, waar ik in Nederland naar hunker, iedere regio in Amerika heeft een blues radiostation, heeft een country radiostation, heeft een singer-songwriter station. Dus als je even aan je radio draait, dan zit je in welke regio dan ook meteen bij de blues, de country, de soul. Alles wat je hartje begeert, heb je. Dus je hoeft nooit cd's mee te nemen. Door heel Amerika is het gecoverd. Ja, ik ben een Amerika-freak en ik ben niet gek. Amerika is leuk om te zijn als je de patiënten in je zak hebt. Als je overgeleefd bent aan de sociale wetten van Amerika, dat is een verschrikking. Ben je werkeloos, heb je geen cent in je zak, dan krijg je boemen om voedsel te halen bij bepaalde winkels. Je gaat nog net niet dood van de honger. En je kunt kleding kopen op boemen bij bepaalde winkels. En voor de rest word je aan je lot overgelaten. Dus ze moeten verder over Amerika geen idealiserende verhalen vertellen. Want er is nog heel veel te doen en die Obama die krijgt het er maar niet door. Want die Republikeinen die allemaal cent in de zak hebben, die vinden dat betutteling. En die man die meent het echt goed. En die strijd gaat hij nooit winnen. Maar Amerika is alleen een fantastisch land als je geld bij je hebt. En anders is het een verschrikking.